Erik had altijd al een droom. Hij droomde ervan om zijn eigen kroeg te hebben. Een plek waar mensen samen konden komen. Een plek gevuld met gelach, warmte en goed gezelschap. Jarenlang werkte hij onvermoeibaar en spaarde hij elke cent. Hij stelde zich de gezellige sfeer voor, het klinken van glazen, de vriendelijke gesprekken. Eindelijk brak de dag aan. Erik vond de perfecte locatie, een charmant oud pand met karakter. Hij stak zijn hart en ziel in de verbouwing. Zorgvuldig koos hij elk detail, van de versleten leren stoelen tot de antieke bar. Met een mix van opwinding en zenuwen opende Erik de deuren van zijn eigen kroeg. Het was alles waar hij ooit op had gehoopt. Hoe zou het voelen om eindelijk een levensdroom te verwezenlijken? De kroeg werd al snel een favoriet in de buurt. Mensen werden aangetrokken door Eriks warme persoonlijkheid en de gastvrije ambiance die hij had gecreëerd. Maar Erik wist niet dat er een storm op komst was. Een storm die zijn veerkracht en het voortbestaan van zijn droom op de proef zou stellen. Het nieuws sloeg in als een bom. Een wereldwijde pandemie teisterde de wereld. Bedrijven moesten hun deuren sluiten, inclusief Eriks geliefde kroeg. Het gelach en het geroezemoes verstomden, vervangen door een griezelige stilte. De ooit zo bruisende ruimte stond leeg, de deuren voor onbepaalde tijd gesloten. Erik voelde een golf van wanhoop over zich heen spoelen. Zijn droom, zo zorgvuldig gekoesterd, hing aan een zijden draadje. De pandemie was iets dat niemand had kunnen voorzien. Het was overmacht, een onzichtbare vijand die het weefsel van ons leven bedreigde. Wat zou jij doen als je broodwinning, je passieproject, plotseling in de wacht werd gezet? Eriks verhaal is niet uniek. Talloze eigenaren van kleine bedrijven over de hele wereld kregen te maken met vergelijkbare uitdagingen. De onzekerheid was slopend, de toekomst zag er somber uit. Hoe heeft de pandemie jouw leven en ambities beïnvloed? De rekeningen begonnen zich op te stapelen. Huur, gas, water, licht, leningaflossingen. De financiële last drukte met een verstikkende zwaarte op Eriks schouders. De vreugde die hij ooit in zijn werk vond, maakte plaats voor angst en slapeloze nachten. De twijfel sloop naar binnen. Zou hij gedwongen worden zijn deuren definitief te sluiten? Zou zijn droom een volgend slachtoffer van de pandemie worden? De emotionele tol was net zo zwaar als de financiële last. Erik miste de kameraadschap, de band met zijn klanten. Hij miste het gevoel van voldoening dat zijn kroeg hem gaf. Heb je ooit het verpletterende gewicht van financiële onzekerheid gevoeld? Het isolement van de lockdown versterkte deze gevoelens alleen maar. De wereld leek de adem in te houden, wachtend op een teken, een indicatie van wanneer, of dat, het leven weer normaal zou worden. Hoe ga je om met onzekerheid en behoud je hoop in moeilijke tijden? Ondanks de overweldigende uitdagingen weigerde Erik de moed op te geven. Hij klampte zich vast aan een sprankje hoop. Een geloof dat ook dit voorbij zou gaan. Hij putte kracht uit zijn favoriete motto: volg altijd je droom, hoe moeilijk de weg ook lijkt. Hij wist dat hij zich moest aanpassen. Een manier moest vinden om zijn droom levend te houden, zelfs in het aangezicht van tegenspoed. Erik bracht uren door met brainstormen, waarbij hij elke mogelijke weg verkende. Hij verdiepte zich in overheidssteunprogramma's, nam contact op met zijn huisbaas om over de huur te onderhandelen en zocht steun bij collega-ondernemers. Wat betekent het echt om je dromen nooit op te geven, zelfs niet als je met tegenspoed wordt geconfronteerd? Zijn vastberadenheid, zijn weigering om verslagen te worden, was een bewijs van het vermogen van de menselijke geest om te volharden. Heb je ooit meegemaakt dat je veerkracht tot het uiterste werd getest? Steun van de gemeenschap, een baken in de duisternis. Het nieuws over Eriks situatie verspreidde zich als een lopend vuurtje door de gemeenschap. Stamgasten, vrienden en zelfs volslagen vreemden kwamen voor hem in actie. Ze organiseerden online inzamelingsacties, bestelden afhaalmaaltijden en deelden zijn verhaal op sociale media. Bemoedigende berichten stroomden binnen en herinnerden hem eraan dat hij er niet alleen voor stond. De golf van steun was overweldigend. Het was een bewijs van de kracht van saamhorigheid
De kracht die we vinden in het samenkomen tijdens moeilijke tijden. Erik realiseerde zich dat zijn kroeg meer was dan alleen een bedrijf. Het was een essentieel onderdeel van het sociale weefsel van de gemeenschap. Hoe belangrijk is steun vanuit de gemeenschap om ons te helpen uitdagingen te overwinnen? Hun steun bood een broodnodige reddingsboei, een baken van hoop in de duisternis. Het herinnerde hem eraan dat zelfs in de moeilijkste tijden vriendelijkheid en compassie kunnen overwinnen. Heb je ooit de vriendelijkheid van vreemden of de onwrikbare steun van je gemeenschap ervaren? De droom opnieuw uitvinden, aanpassen om te overleven. Met de hulp van zijn gemeenschap vond Erik een manier om zich aan te passen. Hij transformeerde zijn kroeg tot een afhaal- en bezorgservice. Ik stelde een beperkt menu samen met mijn populairste gerechten, comfortfood dat mensen samenbracht, ook al was het op afstand. Ik bezorgde de bestellingen persoonlijk. Mijn warmte en humor schemerden zelfs door een mondkapje heen. Erik greep de kans aan om op nieuwe manieren contact te maken met zijn klanten. Hij voegde handgeschreven bedankbriefjes toe aan elke bestelling, kleine gebaren die de dag van mensen opfleurden. Hoe kunnen we ons aanpassen en innoveren bij onverwachte obstakels? Mijn verhaal werd een inspiratiebron. Een herinnering dat zelfs in de donkerste tijden creativiteit en veerkracht de weg vooruit kunnen banen. Wat zijn enkele voorbeelden van bedrijven of individuen die zich succesvol hebben aangepast in uitdagende tijden? De kracht van doorzettingsvermogen. Erik's verhaal resoneert. Erik's verhaal vond weerklank tot ver buiten zijn lokale gemeenschap. Nieuwsmedia pikte zijn onwankelbare geest op en deelde zijn verhaal als een symbool van hoop en veerkracht. Mensen uit alle lagen van de bevolking waren geraakt door mijn vastberadenheid. Mijn weigering om mijn droom los te laten. Zijn verhaal werd een bron van inspiratie voor aspirant-ondernemers en herinnerde hen eraan dat de weg naar succes zelden rechtlijnig is. Wat maakt een verhaal als dat van Erik zo inspirerend en herkenbaar? Het benadrukte het belang van doorzettingsvermogen. Van het vinden van creatieve oplossingen en van het nooit uit het oog verliezen van je passies. Waarom is het belangrijk om verhalen over veerkracht en hoop te delen, vooral in uitdagende tijden? Deel 8. Uitdagingen omarmen, kracht vinden in tegenspoed. Mijn reis heeft me geleerd dat uitdagingen niet bedoeld zijn om ons te breken, maar om ons sterker te maken. Hij kwam uit de pandemie met een hernieuwde waardering voor zijn bedrijf, zijn gemeenschap en de kracht van menselijke verbinding. Ik heb geleerd dat soms het loslaten van onze vooropgezette ideeën over succes en het omarmen van aanpassingsvermogen de sleutel is tot vooruitgang. Hoe kunnen uitdagingen ons helpen groeien en veerkrachtiger worden? Mijn verhaal is een bewijs van de ontembare geest die in ons allemaal schuilt. Het vermogen om boven tegenspoed uit te stijgen en sterker uit de strijd te komen. Welke lessen kunnen we leren van Erik's ervaring met het aangaan en overwinnen van uitdagingen? Deel 9. Het belang van steun. We hebben allemaal een helpende hand nodig. Mijn verhaal is ook een krachtige herinnering aan het belang van steun vanuit de gemeenschap. De stroom van liefde en hulp die hij ontving van zijn klanten, vrienden en buren maakte het verschil. Het bewees dat we er zelfs in tijden van tegenspoed niet alleen voor staan. We hebben allemaal wel eens een helpende hand nodig. En soms kunnen de kleinste daden van vriendelijkheid de grootste impact hebben. Waarom is het belangrijk om kleine bedrijven en leden van onze gemeenschap te steunen, vooral in moeilijke tijden? Of het nu gaat om het aanbieden van bemoedigende woorden, het bieden van een helpende hand of gewoonweg luisteren. We hebben allemaal de kracht om een verschil te maken in het leven van de mensen om ons heen. Hoe kunnen we een gevoel van gemeenschap en steun bevorderen in ons eigen leven en in onze buurten? Deel 10. Je dromen nastreven. Het is nooit te laat. Mijn verhaal is een inspiratie voor ons allemaal die durven dromen. Het herinnert ons eraan dat we, ongeacht de obstakels die we tegenkomen, hoe onoverkomelijk ze ook lijken, onze passies nooit moeten opgeven. Het leert ons dat de weg naar succes zelden recht of gemakkelijk is, maar met vastberadenheid, veerkracht en de steun van de mensen om ons heen is alles mogelijk. Wat zijn jouw dromen en ambities? Welke stappen kun je vandaag nog zetten om dichter bij je dromen te komen? Dus ga achter je dromen aan. Omarm de uitdagingen, leer van de tegenslagen en verlies nooit uit het oog wat echt belangrijk is. Welk advies zou je geven aan iemand die zich ontmoedigd voelt of aarzelt om zijn dromen na te jagen? Deel 11. Deel je verhaal. Wat inspireert jou?
Eriks reis is slechts één voorbeeld van de veerkracht van de menselijke geest. We hebben allemaal onze eigen verhalen te vertellen, onze eigen uitdagingen die we hebben overwonnen en onze eigen dromen die we najagen. Wat inspireert jou? Heb je ooit voor een uitdaging gestaan die onoverkomelijk leek, maar ben je er sterker uitgekomen? Deel je verhaal in de reacties hieronder. Jouw ervaringen kunnen de inspiratie zijn die iemand anders nodig heeft om door te gaan, te blijven geloven en zijn dromen nooit op te geven.